Stamvaste. Stamvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Ik heb hem nu live van live, ik weet niet waar je zit. In EU of PD Dubai, waar zit jij, Johan? Missie John. Nou, ik draai een pokoe van jou. Ik denk van jongens, ik ga even bellen met jou. Hoe gaat het met jou? Met mij gaat het prima, Frans. PUD, waar ben je van? Ik ben in België. België. Ja, België, soort Brussel, Antwerpen, Luik, Liège. Birgit, waar zit jij? Ik ben in Vlaanderen, in de Kempen. Oké, Kempen, Vlaanderen, Birgit. Ja. Boy, ik zat net met iemand hier en ik zei van, voor mij heb je de meeste nummer 1 hits in Suriname. Klopt het? Hoeveel nummer 1 hits heb jij ooit, hoe vaak ben je al op 1 geweest in Suriname? Hoe vaak heb je daar gestaan? Nou, mij werd ook, ik heb tenminste ook een paar interviews van de week. En het blijkt ook dat ik de meeste nummer 1 hits heb op dit moment. Als Surinaams artiest, of artiest van Surinaams komaf. En het is mijn 15e nummer 1. 15e nummer 1 hit. Wauw. Ja. Ja, voor hoe man? Staan ze allemaal op één? Nee, mogen er nog een paar bij komen hoor. Nee joh, het is genoeg man. Geef anderen ook de ruimte. Noem een paar voor mij van die pokoe van jou wat op nummer 1 heeft gestaan in Suriname. Gado Mugilibi, Miwani Siu, Rosa. Wakakong, Fayelibiso. Oké, is genoeg. Allemaal nummer 1. ja, nee, dan weet ik het al. Dus Suriname, Tisa, Messisani. Ja. En nog zo. Heb je al een best of gaat dat komen na je dood? Minoan niet de derde, maar is alvast aan dit. Frans, you. Ik heb al Greatest Hits of Johan Michigan, maar okay. Ik heb ook een Best of Johan Michigan. Alright, oké. Okay. Hey, maar waar sta jij nu, je muziekcarrière? Waar sta jij nu? Waar ben ik gestart? Ja, ik bedoel, waar sta je nu in een muziekfase? Een soort fase, die optreden kan voorlopig niet, hè? Hoe doe jij het deze dagen, dit jaar bijna? Nou, de mensen zijn creatief hoor. Ik had laatst een verzoek van iemand, ik kon toevallig niet, omdat ik wat anders had. En dat was dat iemand ergens naar een park zou rijden met een limousine. En dat die partner was jarig en ik ben zijn idool. Dan zouden ze aankomen en dan zou ik hem moeten verrassen. Een nummertje zingen. Dus er gebeurt nog een en ander, zeker weten. Oké, dus... En ik heb Johan Michigan Iso Orkesta, zolang het zover weer is. Je weet het, je hebt maar meegemaakt, het publiek ook. Dan staan we daar met Johan Michigan Iso Orkesta voor meer Latin muziek. Mm-hmm. Salsa, merengue, bolero, bachata komt erbij. Ja, dus, go on. Ik weet nog, ik kan me heugen, 3 jaar geleden was het een hele grote show op Kwaku Festival. Wow, dat was zo leuk hè, voor mijn eigen mensen in Nederland. Want ik heb ook Nacht van de Salsa hier in België in San Marco Village in België gedaan. Dat is een hele grote happening. Ik was daar hoofdact met 3000 mensen daar binnen. Maar Kwaku is open lucht, daar kon je 30.000, zoveel mensen, hoeveel het is. Hmm. En het was leuk. Ik vond het leuk om naar Nederland te komen, ook voor mijn mensen weer in Amsterdam te staan. Ja, maar die band waarmee je optreedt, waar komen die gasten vandaan? Mijn muzikanten zijn Johan Michigan Iso Orkesta muzikanten. Is zoals je een internationale band overal hebt waar je jouw muzikanten kan uitkiezen. Mm-hmm. Iedereen is nu ZZP'er, freelancer. Zolang je je partituur hebt en mensen kennen jouw repertoire, kun je altijd keuze maken uit 2. Je moet verschillende mannen hebben. Is de ene ziek? Mannen komen bij jou als zelfstandige. Je bent een bedrijf, je bent een muzikant. Je hebt je management en je kiest uit. En... mijn repertoire is bekend, mijn muzikanten kies ik uit. Ik heb een bestand aan muzikanten en ze spelen graag met mij. En wanneer er wat is, dan doen we weer ons ding. Ja. En Suriname, wanneer heb je voor het laatst in Suriname optreden en heb je plannen? Mijn laatste optreden in Suriname, boy. Was het niet in het Brunswijkstadion? Ik denk dat het in Ronnie Brunswijkstadion was. Op Mungo? Daarvoor was het op Mungo. Daarvoor was er nog één in Nis. En dat was nog ver daarvoor. Maar mijn laatste was in Mungo, was het, ja. Oké, en maar voorlopig, hoe lang geleden dat, een paar jaren dan? Ja,
afgelopen jaar kan niemand optreden, sowieso niet. Dus. Nee. Dus nu staan we bereid. We zijn weer, de lijst staat open. Weet je, niemand, ik heb een paar, ik doe ook huwelijken natuurlijk, hè. Ik doe ook bedrijfsfeesten. Mm-hmm. Ligt eraan wat komt, hè, Frans. Je hebt diverse concepten. Oké. Okay. Nee, ik kreeg net een app van iemand met de bitlijsten van Suriname gekregen. Ik kwam dus zoveel tijd om te checken. Mensen vinden het interessant. En ik zie dat je op één stond, dus ik denk van, even bellen. Welke pokoe stond één, wat ik net draaide? Oh ja. Staat nu één, hij staat nu één. Hoe lang al? Hij staat nu op nummer één. Hij staat sinds donderdag op nummer 1 in de Surinaamse top 40. Mm-hmm. En sinds gisteren nummer 1 bij Radio Apinti. Sinds gisteren ook nummer 1 bij, of vrijdag, nummer 1 bij SRS. Oké. Okay. En staat ook in de top 3 op andere lijsten in Suriname. Dus dat is die pokoe Tideneti. Tideneti, Sayetai, Tideneti. Omanai bakamie konje. Dat is ook aans, hè? Alkaans, ja. Letten in het Alkaans. Ja. Ik doe mijn eigen moedertaal, Frans. En dat ligt mij. Dat, ik ga niet in het Spaans doen. Ik ben geen Spanjaard en ik word dan de duizendste. Dus ik doe liever mijn eigen moedertaal, want dat is voor de salsa-wereld nog redelijk onbekend. Maar. Dus vind ik het gaat in de markt om gewoon Latino-muziek, maar dan mijn Njukatongo. Jawel, want het is bij salsa en Latin zo dat taal helemaal niet belangrijk is. Want ik ken Afrikando, voor mij komen ze uit Senegal en New York. En Orchestra de la Luz uit Japan, die zingen allemaal in Japans. En de rest in Spaans. Maar is het bij salsa zo dat taal helemaal niet belangrijk is? Kijk, weet je wat het is? Het moet flowen. Weet je, het moet swingen. Zolang je melodie klopt in je ritme, dat is de muziek. Het moet flowen, het moet swingen. Ja. En de Latin is een internationale genre. Het is een internationale genre. Koop je een keyboard, daar zit al ritmes van reggae opgeprogrammeerd, maar ook Latin opgeprogrammeerd. Okay. Dus de Latin publiek is een zeer brede publiek in de zee van muziek. En kun je dat goed, je eigen taal goed op interpreteren, dan is het een unicum om dat zo naar voren te brengen. En dan ben je een beetje apart in die hele grote zee van de Latin muziek. Ja, want het is een hele grote markt. Overal in de wereld danst men salsa, merengue, bolero, dus... Ik heb gekozen om daarmee verder te gaan en het lukt al een hele tijd. Je hebt ook een paar grote festivals ook die op Latin geschoeid is. Dus Latin festival. Ja, ik heb een paar mailtjes staan, maar sommigen die sturen ook mailtjes terug van ja, we weten niet als dit doorgaat dit jaar enzovoorts. Maar nogmaals, in de hele wereld kun je toeren met Latin. Okay. Ik heb in Spanje gestaan, in Loret de Mar enzovoorts, met Latin. Okay. Dus, dat is het je land voor in Europa, toch? maar toch is het grootste Latin festival, voor zover ik weet, is in je achtertuin daar in de Kempen, in Hoogstraten. In België, ja. Hier wordt een hele grote, er is een grote show hier. Zeker weten, in Hoogstraten heb je... grote Latin festival dat elke jaar weer. Heb je daar gestaan? Voor je, dat is je achtertuin toch, bijna? Heel dichtbij, ja. Heel dichtbij. Maar heb je daar opgetreden? Wat het is dat onze boekingen moeten stroken. Hun hebben 2 dagen een festival. En kijk, al heb ik een kinderfeest, zeg ik. Wie eerst komt, wie eerst maalt. Ik kan niet gaan zeggen, omdat het Hoogstraten is, dat ik het niet ga doen. Omdat ik een kinderfeest misschien daarvoor heb geboekt en de tijden die komen daar niet overeen. Dus tot nu toe heb ik daar nog niet gestaan. Okay. Maar wel bij Nacht van de Salsa, zoals ik zei, en bij Access en al die andere plekken. Ja, ik had je eens keer zien optreden. Wat was het weer? Hoe heet het? Was een Kinopolis was het daar. Kinopolis of Metropolis, hoe heet het? Kinopolis tegenwoordig. Aha, daar is Kinopolis. Is een heel groot complex waar film, theater en dingen gemaakt worden. Ja, alles bij elkaar. Uh-huh. En daar kun je ook, men zit, kijk, de Latin publiek, het is... Ik onderbreek je even, maar ik wist nooit dat Belgen zo enthousiast konden reageren, man. Op je ziet niet zo helemaal niet van. Ik was erbij, toch? Je was erbij. Ja. En je zag het, als ik...
Op Miwanisius, en dan zeg ik gewoon mee hoor. Milobio. Ik vond het leuk. Ik denk wel, ze wisten daar niks van, denk ik. Maar iedereen zong, of iedereen ging dansen. Enthousiast publiek. Hey, maar die pokoe van jou nu op één staat, Tidenity. Wat betekent Tidenity? Ik weet het wel, maar waar gaat die pokoe over? Nou kijk, het is een nummer, het is eigenlijk al 20 jaar op mijn album Oppo Dansie uitgebracht. Uh-huh. Alleen ik heb het nooit gepromoot anders. Ja, ja. En de laatste tijd, we zijn meer binnen Frans dan buiten. Ja, ja. Snap je, Tidenity, vraag ik me af, wat doen wij in de nachten nu? Lange mm-hmm. nachten, we hebben langere nachten dan dagen. Mm-hmm. Overal quarantaine voor mensen die zelf niet naar buiten mogen gaan. Snap je? Dus hun dag en nacht is nitty. Snap je? Dus vraag ik me af, zei je tijd niet? En toevallig een nummer van 20 jaar geleden. Ja. Had ik geschreven gewoon, ja, eigenlijk was het toch gebeurd. Ik was ergens op een boottocht, ik moest niet optreden. Uh-huh. En iemand stond naar mij te staren, maar ik durfde niet op die persoon af te stappen. We hebben elkaar niet gegroet, maar we keken elkaar de hele nacht aan. En een dag later schreef ik gewoon een nummer over. Taki umanai baka me kongye. Dus ik volg jou. En wat doe jij vanavond? Saye tai tideneti. Oké. Je weet wat mooi Japon. Je hebt een mooie jurk aan. Uh-huh. You na mooi bomiki faneti. Je bent de mooiste bloem van vannacht. Oké. Okay. Alleen voor die avond. Je gea mu kengi. Nee, ik kan gewoon. Nee, je moet beginnen met die avond moet je beginnen toch. Nee, weet normale mensen beginnen in de vooravond toch hier. Of nou, laat niet die oor. Maar anyway. Op dat moment was het niet die vraag. Maar hoe kan het nou? Deze boek is zo oud, is 20 jaar toch? En het heeft nooit op één gestaan? Al die jaren? Omdat het nooit kijk, op het dansje, mijn album op het dansje, daar staat Waka Kong, daar staat Fini Fini, daar staat Rosa. Rosa was... was teamsong van een film, ik bedoel, ja, ja. Die waren al door en door grijs gedraaid, radio, televisie enzovoort. Ja, ja. Weet je, meegedaan, de film was ook uitgekozen in Nederland, filmfestival in Utrecht enzovoort. Er is zoveel al gedaan en het was een album met zwaargewichtige andere nummers, die op dat moment hit potentie hadden om beter te scoren. En in deze tijd... is het Tidenity wel gelukt na 20 jaar. Na 20 jaar, man. Omdat de kwaliteiten erin zitten. Jezus. Het publiek maakt het. Mm. En het publiek heeft gekozen om het toch vaker aan te vragen enzovoort. En 20 jaar is een volwassen nummer, Frans. Ja, maar ik denk, ja, nou, Golden Oldies Day dan, man. Zo oud, heb je geen nieuwe pokoe. Waarom moet zo'n oude pokoe op één komen dan? Heb je het nu opnieuw uitgebracht? Dus dat wil ik weten. Hoe kan het nou? Nou, het kan gewoon. Elke nieuwe pokoe, welke men nog niet kent, is een oud of nieuw, is nieuw. Okay. Als het van 30 jaar geleden is en men kent het nog niet, is het nieuw. Als het nu in de media gegooid wordt, is het nieuw. Yeah. Voor het publiek is het nu nieuw. Nu kan ik gaan zingen in Belmenpark of wat dan ook, of Kwak of hier, of daar. Mensen kennen het nu, want ze horen het op de radio. Snap je, Radio Tamara draait het, Radio Tanvaste draait het, jullie draaien het. Uh-huh. Mensen kennen het nu. Ja, oké, dat is waar. Ja, toch, het is een nummer die nieuw gepromoot wordt, dan nog, maar nou het publiek bepaalt. Ja, weet je nog, 20 jaar geleden maakten wij een lange rit van mij, van Amsterdam naar Parijs, ik wist niet meer waar we gingen in de auto, en jij draaide die pokoe, en ik zei toen al van, nou, dat is wel nummer 1 pokoe, ja. Weet je nog, kan je nog jij zei vooral, nou, digitaal pokoe. Jij maakte nog grappen over, van een van onze geleerden, van Marona, kom af, van Okaans of kom ik kan karaman, hè. Meneer Allendi. Hij is vorig jaar overleden. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Dus voor ons was het Digi Allendi. Hè? Meneer Allendi, directeur van een MULO-school. Weet je, en jij verbeelde je zodanig erin dat hij dus terug zou komen naar onze dorp. En dan op zulke tonen zou genieten en af en toe realiseren van... Hey, ik ben in tussen mijn mensen, dus ja, jij bent echt aan fantaseren met dit nummer. Ja, maar het goed in ja, dat is waar toch. En het is wel heel verhaal over meneer Allendi. Het leukste is, we kennen die man niet eens. Ik heb hem nooit ontmoet. Persoonlijk niet. Nee, we kennen hem niet. Maar hij was wel een politicus met ballen. Dus met zijn partij heeft hij kamers gehaald, zetels gehaald. Hij zat in de coalitie. Weet je, hij was... Ja, hij was voorzitter.
voorzitter van het parlement ook. Hij was voorzitter hè, van het parlement. Ja. Maar jij verbeelde je gewoon van dit is muziek wat bij hem past. 20 jaar geleden zei jij dat. Ja. En ik zal nog wat bij zeggen hè. Meneer van Funo Kastelen, die ontmoette mij een keer, we waren bij een car wash in Suriname. Uh-huh. En hij zei, Johan, jouw muziek is al 20 jaar vooruit voor onze tijd. En zie daar Frans. 20 jaar later kom ik met één nummer die toen niet gekozen werd om geplukt mm-hmm. te worden. Gewoon als hit voor mijn album. Nu, 20 jaar later, gewoon de hele dag nu op de radio. Ja, hè? En die pokus, ja. Die pokus zouden eigenlijk alleen die noemen, toch? Ja, maar we kennen die man niet. Nee. Ja, maar ik denk van, Johan, alleen die is niet DNA-voorzitter. Misschien danst die man niet meer op... Dus dit verhaal ging van, die man is nu DNA-voorzitter. Hij is Maron, hij is, misschien danst hij niet meer op Aleke, maar op dit soort zelfs apokoe, hè? Dus ja, ook, dat was jouw scriptie. Ja, ik denk van, ja, maar misschien is die man totaal veranderd. En dan man, Arki, Kawina, nee, Kawina is niet van... Aleke. Aleke, dan hadden ze zo maar Arki is zo biggie te apokoe nou toch? Want hij ging als een speer in de politiek. Dus, maar het is een mooie tijd. Nicky is dus nu op nummer 1 en het is een Montuno. Het is gewoon de stijl van Guantanamera. Mm-hmm. Hey, maar wat voor stijl doe je allemaal? Latin, mensen noemen Latin, hè? Latin is een verzamelnaam toch voor alles, bijna? Uit Latijns-Amerika? Klopt. Binnen maar, Latin heb je salsa. Wat doe jij binnen Latin? Ik doe salsa, merengue, uh-huh. bolero, zouk. Oké. Okay. En ja, bachata. Ja, mooi. Ja. Doe je werk ook met andere artiesten? Want jouw stijl is uniek, toch? In Serenana, Juwa, Edu Salsa, in jouw moederstaal, Okaans? Tot nu toe ben ik degene die we kennen. Uh-huh. Weet je, misschien zijn er meerdere die het proberen. Maar, ik ken ze niet. Dus, ja, kijk, tot nu toe. Ik hoop dat er meer bij komen, trouwens. Want mi one day, is dat die install ik misschien niet meer kunnen, want man moest go verder. Mm-hmm. Maar anyway, ik doe dit al een tijdje en ik ga zeker mee verder. En ik blijf, zoals mijn nieuwe album aankomt, zal ik ook meer bachata nummers erop zetten. En vooral mm-hmm. nu is de bachata sensual heel populair. En ik ben in de studio bezig hoor. Ik bedoel, ik heb nu een nummer van 20 jaar geleden gelanceerd en het is gelukt. Maar ik ben druk bezig in de studio met mijn producers. En ik bedoel, er komen hele vele nieuwe nummers aan hoor. Oh, je bent nu bezig met een album? Ja, met een nieuw album. Ja. Compleet nieuwe songs? Compleet nieuwe songs. Wanneer kunnen wij... Dat horen. Rustig aan. Ja, ik laat het weten. Nou, je hoeft niet te zeggen van die nummers. Wel, dit jaar maar nog? Het eerste nummer, jawel. De eerste nummer, ja, bachata, het wordt een bachata wat ik zal laten horen. Dat is je sowieso gaat, dit jaar. Je nog. Gaat sowieso een single uitgeven dit jaar later, nog een nieuwe single. Ja. Afgelopen kan je niet met single komen, want je bent op één. Jokie Rapokuris. Ja. Nu niet. Okay. Nu mogen de mensen rustig gaan weten, afvragen en genieten mm-hmm. van... Zaje tijd die dan niet. Je maakt kapella nog. Zaje tijd die dan niet. Dat besluit man. Je maakt kapella. Ik voorwoord je alleen niet over met alleen niet ook. Ja, waarom nog niet allemaal Johan man? We zingen in een wagi toch. Ina. Zo'n wagi ben je toen. Oké, maar kom niet erin. En toen was het die Vitara, hè, denk ik. Oké. Was dat Vitara nog? Ik weet niet meer. Ja. Tampu. Maye koti. Gelia de mindi. Umayegeya mukengi, che you moi soteba, umanai bakam ye kongye. Wat ik mee doen? Je laat me lachen. Nee, ik kijk terug naar 20 jaar. Moet ik, nee, ik moest meedoen toch? Dit stukje deed ik mee toch? Doe maar mee. Het is mooi. Johan, ik dank je man voor dat je snel voor reageert. Zo, want ik kreeg een app hier vanuit Serenataki Boy. Die man blijft het hier scoren, maar is geen open. Nee, dan ga ik Johan zelf bellen voor je verhaal.
Want eigenlijk kan je deze pokoe niet uitbrengen zonder Mino erbij. Want je weet het wel. Je kent de geschiedenis van die pokoe. Oké? Okay? Jij weet ervan. Hey, succes met je carrière. Ja, maar weer, hè. Ja, maar. Nu al vroeger bij je toe dat alle pokoe maar moest hebben. Wanneer je de studio ingaat, naar kwaliteit potie. Geef alles van jezelf, want 20 jaar later kan het nog eens wat gaan betekenen in de muziekwereld voor ons allen. Many thanks, Frans. En Power Radio staan vast. Nee, ik vind die laatste boodschap mooi. Dus TM Mekpokoe, no Mekpokoe, voor gooi nog een hype direct. Maar gewoon kwaliteit, dat het jaren blijft hangen. Nee, kwaliteit, weet je. Kijk, als je gooit die kwaliteit, wat je erop hebt, weet je, dat haal je nooit meer vanaf. Ik ben niet opnieuw een nummer gaan maken toen ik Tidenetti nu moest launchen. Nou, gewoon niet de Kasref Pokoe, maar Poussamankong. Weet je, omdat de kwaliteit van 20 jaar geleden erop gewoon ingespeeld was, kan het 20 jaar later nog gewoon bijpassen. Tijdloos muziek. Tijdloos muziek. Kwaliteit is tijdloos. Muziek, de mens vergrijst, maar de muziek blijft. En de kwaliteit blijft erin. Waarvan acte? Grand Tangi Johan Misijan. One love, blood. Ik spreek je binnenkort weer. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.